De Jong. Inworp kan snel genomen worden. Dat heeft Feyenoord ook door nu met Van Persie. Door naar Larsson. Larsson binnendoor bij Bazraoui, maar die schiet hem er niet in. Op de paal, wat een kans voor Larsson. Herkansing wellicht nog voor Berghuis. Dat schot gaat er voor langs. Eerste kans als Mazraoui zich toch weer laat verrassen door Larsson. Te slap in dat duel en daarna moet Larsson natuurlijk scoren. Berghuis. Sint-Juste. Terug op Sint-Juste. Goeie bal dit. Sint-Juste legt hem breed. En daar is hij niet. Geweldig verdedigd. Door De Ligt. Daar waar hij voor het inschuiven leek. Voor Van Persie. En dat is hier ook eigenlijk wel was. Lekkere bal op Mazraoui. Daar is Ziyech. Natuurlijk draaien om net zijn linker wat te doen. Het schot van richting veranderd. Gaat er net niet in. Van de Beek's poging. Met Vermeer al op weg naar de andere hoek. Had ook verkeerd af kunnen lopen voor Feyenoord. De Ligt even geen controle. Vilena, goede bal. Ineens naar Toornstra. De Ligt is daar dus weg. Toornstra. Balletje breekt niet goed. Daar laat Feyenoord toch een serieuze kans liggen. Van de Beek. Ook een speler die we nog niet heel veel hebben gezien in deze wedstrijd. Ziyech, opeens krijgt hij de bal voor zijn voeten en van richting verandert. Valt hij er net niet in. Binnenkant paal, voor het doel langs en over de achterlijn. Dan weet je als keeper dat je hebt gezwijnd. Neres, vrijgegeven. Goed gegleden. Daar was Klaasie weer. Wat zit hij er vaak op dat soort momenten tussen. Tadic blijft liggen. Geweldig ingreep van Klaasie, waarbij Ajax ten onrechte een hoekschop krijgt. Verzorging nodig of niet, lijkt Blom te vragen. Als je het krijgt, dan mag je niet proberen om die corner erin te koppen, want dan moet je het veld uit. Dolberg loopt zich meteen warm, voor het geval Tadic niet verder zou kunnen. De corner voor Ajax. Je hoopt er maar uit dat deze er niet in gaat. Maar hij gaat er wel in. En zo komt Ajax op voorsprong door De Ligt uit een hoekschop die er geen was. En is Feyenoord terecht boos. En ja, dit is het grote nadeel van de VAR. Omdat er nu een uiteindelijk cruciale fout leidt tot een treffer waar niks aan gedaan kan worden. En Ajax leidt. De tekortkoming van de VAR is hiermee uitgelegd. Schöne. Verlengd bij de eerste paal. Opgevangen De Jong. Verlengd door Van de Beek. Komt er een schietkans voor een van de Ajaxiden? Ja, voor Tagliafico en het is 0-2. Weer uit de standaard situatie. Slaat Ajax toe. En de man die ontbrak bij de 6-2. Zet Ajax nu op een 2-0 voorsprong. Vlak voor rust en vlak na rust. Uit een hoekschop slaat Ajax toe. Sint-Juste. Bal naar Toornstra is goed. Die heeft Van Persie naast zich. Dit is de kans voor Feyenoord. Toornstra. Wat wild. Wat ongecontroleerd. Alle tijd. Hij heeft Van Persie na zich. Kan uiteraard ook zelf door. Want de kans voor hemzelf is ook niet onaanzienlijk. Combinatie voorlopig zeer aardig van Ajax. Neres. Ziyech kan door naar De Jong. Kiest een hele ingewikkelde route. Ja, dat kan ook. En dan is de ruimte er voor Van de Beek. En is het wel een prachtige treffer van Ajax. Schitterend uitgespeelde 0-3. Wat een mooie aanval. Tadic, Ziyech. Daar zit een klein beetje geluk bij. Dan Neres. En dan doet Ziyech het grotendeels alleen. Korte combinatie met Neres die hem goed teruggeeft. Het klaar laat liggen eigenlijk voor Van de Beek. Die hem er goed inschiet. Ah, en Vermeer zal toch het gevoel hebben dat hij dat moet hebben. Het uitspelen zeer fraai. Het schot is doeltreffend, dus daar kan je verder weinig over zeggen. Maar Vermeer had hem kunnen hebben.
Toornstra leek eruit te gaan. Dat was eigenlijk al doorgegeven dat hij eruit zou gaan. Maar Toornstra blijft nu staan. Van Persie eruit. Bal met rechts. Schiet door. Verdonk. Dat is wel aardig afgedrukt. Hens geclaimd. Blom vindt het niks. Zullen Mulder zal er nog naar kijken. Dit moment het schot van Verdonk. Raakt zonder enige twijfel de arm van de licht. Maar het is hard. De arm is langs het lichaam. Hij maakt zich niet onnodig breed. Ik snap wel dat dit geen penalty is. Wel heel veel vrijheid voor Ziyech. De voorzet daar en bijna ook nog een vierde. En dan is het afgelopen en plaatst Ajax zich voor de finale van de KNVB-beker voor de 25e keer in de clubgeschiedenis dat dat lukt.